Hallo iedereen. Dit is een video over R. Die gemene, moeilijke, verschrikkelijke R in de Nederlandse en Vlaamse taal. Nu, hier gaat het erover om R te gebruiken in het enkelvoud of in het meervoud. Het is jullie gemakkelijk gemaakt, want R staat al op de juiste plaats in de zin. Het enige wat jullie nu moeten doen is invullen is of zijn. Dus enkelvoud of meervoud. Er is of er zijn moet gebruikt worden. Ik zal de eerste zin zelf als voorbeeld doen en de tweede ook. En vanaf zin nummer 3 tot en met 10 mogen jullie doen en de antwoorden in de comments zetten. 1. Er is suiker in het kopje. Er is. Nummer 2. Er zijn 3 stoelen naast elkaar. Er zijn. Er is suiker in het kopje. Er zijn 3 stoelen naast elkaar. Veel plezier met deze oefening en tot in mijn volgende video.